Voor de 13e keer op rij bereikten de hockeysters van Den Bosch de finale van de play-offs. Maar de echte vreugde bleef in Brabant achterwege. Want met de tweede zege in 2 dagen op Kampong werd slechts de halve weg naar de landstitel afgelegd. Bovendien verloor Den Bosch aanvalster Emily Mol met een zware knieblessure, terwijl Maartje Pouwman na haar 3e gele kaart geschorst is voor het eerste duel van de finale. En dat woog zwaar. Den Bosch haalt de finale van de play-offs, maar jij bent allesbehalve blij vandaag. Nou, op de eerste plaats ben ik wel blij, maar tweede plaats pak je zelf derde gele kaart van het seizoen. Dus mag er gewoon wedstrijd zitten. En dat is natuurlijk wel jammer dat het in de finale gebeurt. Maar we hebben gelukkig vandaag gewonnen en we hebben de finale gehaald, dus daar mogen we wel blij mee zijn. Die blijdschap is er. Het ging wel moeizaam vandaag. Ja, het was niet ons beste hockey. Vorige wedstrijd was het ook al niet. En, vandaag was het weer, het leek wel alsof we geen play-off speelden. Zo stonden we in het veld. En dat vind ik gewoon jammer dat we dat als ploeg niet gedaan hebben vandaag. En dat moet in de finale echt beter. Willen we het van Amsterdam of Laren willen winnen. Want zoals we vandaag in het veld zijn, ja, dat kan gewoon eigenlijk niet. En we staan wel play-offs te spelen en dan moet het toch echt wel een stukje beter. Het hoofdklasseseizoen eindigt voor jullie hier vandaag in Den Bosch. Hoe teleurstellend is dat voor jullie? Ja, toch best wel. Ik denk als je play-offs eenmaal haalt, dat je dan ook graag wat meer wil. Maar ik denk dat we tevreden terug mogen kijken op de 2 wedstrijden die we gespeeld hebben. We hebben er met z'n allen hartstikke goed voor geknokt en we hebben goed gespeeld. Dus we mogen tevreden zijn. Jullie zijn vandaag hier in Den Bosch tot de laatste minuut in de wedstrijd gebleven. Ja, zeker. We hebben toch wel een paar kansjes gehad. En je weet dat je tegen Den Bosch die kansjes wel moet maken. En dat gebeurt dan net niet. Maar het was een spannende wedstrijd. We hebben het ze in ieder geval niet cadeau gegeven. Is er al zicht op wat er aan de hand is met Emily Mol? Nee, ik heb er niks over gehoord. Dus dat krijgen we later nog wel te horen. Maar ze heeft wel een knieblessure. Ja, ze had last van de knie en ze is in het ziekenhuis voor onderzoek. Dus wat dat precies is, weet ik niet. Toekijken wordt moeilijk straks. Ja, het is zeker niet leuk. Nee, we moeten nu 2 weken trainen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga in ieder geval hard aanmoedigen en hopen dat we de eerste wedstrijd daar gewoon doorkomen.